Binnenkort is het Pasen. Hebben jullie hier bent een paasparty? Wat is dat precies? Paasparty. Wij houden dit jaar onze 29e editie. Zoals je kunt zien is de opbouw in volle gang. Ja. De paasparty Bentelo is gewoon een groot feest voor alle jongeren uit de omgeving. Ja, niet de eerste keer die jullie organiseren voor de hoeveelste keer? Wij doen dit dus dit jaar voor de 29e keer. En eerder zaten wij op een ander terrein, waar nu de WOK zit. Wij zijn sinds 4 jaar verhuisd naar dit terrein. En sinds die 4 jaar geleden zijn wij ook overgestapt op een nieuw concept met meerdere tenten. Een beetje een festivalidee zou je kunnen zeggen. Waarom willen jullie dit? Wij willen meerdere tenten om voor meerdere bezoekers het aantrekkelijker te maken. En dat blijkt de afgelopen jaren gewerkt te hebben, want we zijn al 3 jaar op rij uitverkocht. Uitverkocht en jullie hebben verschillende tenten, zet je neer. Ja. Wat voor muziekstijl kan ik verwachten hier? Zoals je daar in die groene tent ziet, daar hebben wij onze rock and roll tent. Dat is 80s, 90s muziek, iets voor de oudere bezoeker. De grootste tent met de oranjere zeilen is onze dance vibes. Daar wordt dance muziek gedraaid. En daarachter zien wij de summer dive tent en daar zal een beetje een Mallorca zomersfeertje hangen. Ja, nou ken ik Bentelo een klein beetje, is niet zo'n heel groot dorp. Waar komen jullie publiek vandaan? Het publiek dat komt echt van heen en verre. Wij hebben sinds een paar jaren ook heel veel publiek uit de Achterhoek. En ja, noem het maar op, ook richting Hengelo en die kant op, ja. Ja. Jullie zijn druk bezig met de opbouw, er moet een hoop gebeuren, denk ik. Dat klopt, we zijn gisteren begonnen met de tenten opbouwen. Dat doen we vrijdag en zaterdag. En er moet inderdaad nog een hoop gebeuren, maar dat gaan we volgende week doen op vrijdag en zaterdag. En dan zorgen we dat het terrein de zondag op eerste paasdag fantastisch bij ligt. En hoeveel vrijwilligers doen jullie dit? We hebben een vereniging van 330 jongeren. En zo met het opbouwen van de tenten zijn daarvan 40 aanwezig. En volgend weekend zullen er meer dan 100 jongeren aanwezig zijn om het om het verder af te maken en tijdens het feest zelf toch wel 250 vrijwilligers. Allemaal uit Bentelo? Allemaal uit Bentelo en voornamelijk de jongeren, ja. Dus alle jongeren zijn druk aan werk hier met Pasen? Ja, alle jongeren zijn erg druk met de paasparty en dat is erg mooi. Hoe ben jij er zo bij betrokken geraakt? Ja, ik ben, toen ik 16 was ben ik net als iedereen uit het dorp lid geworden van de POA, joh. En ja. Ja, zodoende ben ik hierin verzeild geraakt, ben ik in het bestuur terechtgekomen. Wat maakt dat zo leuk? Het leuke aan de POHIO is gewoon dat je hier met jong en oud, met alle leden, een feest neerzet. En je hebt ook echt het gevoel dat je samen wat doet. En het is uiteraard gewoon heel gezellig. Je kunt aan het einde natuurlijk zeggen van het is weer geslaagd. De jongeren zijn weer blij uit de regio. Ja, ja het, is natuurlijk een, het geeft natuurlijk een voldaan gevoel als, als het feest weer achter de rug is en het is geslaagd. En dan alle lovende reacties te horen van de bezoekers, ja dat is prachtig, daar doe je het voor. Nou heb je net verteld van welke muziekstijlen en de talent, maar noem eens wat namen die komen in optreden hier. Wij richten ons niet echt op de namen van de lijnen. Wij vinden het heel belangrijk om juist de goede sfeer te creëren bij de paasparty. Okay. Dus daarom, we hebben gisteren onze DJ-contest gehouden in het café hier. Ja. En daar geven wij ook jong talent uit de regio zeg maar, de kans om voor 3000 man te draaien hier in onze grootste tent. Dus jullie vinden namen niet belangrijk, maar het entourage, de sfeer. Ja, wij vinden namen niet echt belangrijk. Wij willen gewoon sfeer creëren en daar proberen wij op allerlei manieren te doen. Vooral heel veel met aankleding. Waar kan ik denken aan sfeer? Bij sfeer kun je denken aan, dat is nu nog een beetje moeilijk te zien, want we zien nog heel veel gras en skeletten van de torens. Maar al die torens zullen straks bekleed worden met mooie doeken. En de vloer komt erin te liggen en we zullen allerlei lampjes ophangen om het allemaal heel mooi aan te kleden. En verder de sfeer achter de barren. Wat ik zei, onze vrijwilligers die helpen ook achter de barren s'avonds. En die maken er zelf ook één groot feest van, dus dat slaat altijd over op het publiek. Oké, okay, dus iedereen moet dus met Pasen hier naartoe in principe? Zeker, iedereen moet met Pasen hier naartoe. En ze moeten snel zijn om kaarten te kopen, okay. Want we hebben inmiddels 75% van de kaarten verkocht. En als mensen dus nog willen komen, en dat willen ze, want dit willen ze niet missen. Nee, nee dat kan ik dan kopen, kunnen ze naar www.paasparty.nl om kaarten te bestellen. Is er nog een paasvuur? Er is een paasvuur, die staat dat daar. Dat hoort er natuurlijk bij, hè? Jazeker. Ja, en, ja, je zag de jongens natuurlijk al. Ze zijn met heel veel trekkers vandaag druk in de weer om al het hout uit de regio op te halen. En op Goede Vrijdag gaan wij het paasvuur opstapelen en dan zullen we zien hoe hoog het is geworden dit jaar. Kan ik ook alleen voor het paasvuur komen? Je kunt ook alleen voor het paasvuur komen. Wij lopen vanaf 7:30 vanaf de kerk in Bentelo met een fakkeloptocht hier naar het paasvuur. En dan zal omstreeks 8 uur het paasvuur worden aangestoken. En hoe laat is de tent, laten we zeggen, het terrein geopend? Het terrein is geopend vanaf 8:30. Dan verwachten wij ook de eerste taxibussen hier aan de straat. En dan kan het feest echt losbarsten. Tot? Het feest is om 2 uur afgelopen. Oké, okay, nou. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En maak er een mooi feestje van. Dat gaan we zeker doen. Oké. Okay.